De Rotary Club of Paramaribo heeft gisteren haar campagne Reduce Single-Use Plastic Bags officieel gelanceerd. Met deze campagne probeert de Rotary Club of Paramaribo dit project een duurzaam karakter te geven. Koert van Essen, president Rotary Club Paramaribo, geeft aan dat de lancering 3 jaar op zich heeft laten wachten sinds het project in 2020 van start ging. De club heeft een speciale herbruikbare boodschappentas ontworpen van recycled materiaal die volgens Van Essen in het buitenland is vervaardigd en de club naar opties zal zoeken om die hier aan de man te brengen. De club zal blijven proberen de bewustwording op gang te brengen over de schadelijke effecten van plastic zakken op het milieu. Dat we er ook nog wat op verdienen. En dat we uiteindelijk ervoor zorgen dat we steeds nieuwe tassen kunnen blijven aanschaffen. Om uiteindelijk de komende 3 jaren voor te zorgen dat we echt die mentaliteitsverandering in gang zetten. Dit is in een nutshell zijn de doelstellingen van het project en wat we willen realiseren. En vandaag eindelijk dan de launch van het project. Gelukkig loopt het 3 jaar. Het heeft wat langer geduurd vanwege logistieke uitdagingen. Die tassen moesten natuurlijk hier zijn voordat we hiermee konden beginnen. Maar die zijn er en we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een plan en een plan de campagne om ervoor te gaan zorgen dat we de komende maanden en ook de komende 3 jaar uiteindelijk echt dit handen en voeten geven om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we echt resultaat boeken met dit project. Dit is wat mij betreft de paraplu en kapstok van het project. Gerardet Dekker, voorzitter SDG Commissie Rotary Club Paramaribo, legt uit waarom de club deze herbruikbare tas heeft kunnen koppelen aan de verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen. Van Wessa Geffery, directeur ruimtelijke ordening en milieu, die de minister vertegenwoordigde, zegt dat het ministerie dit project ondersteunt en heel erg toejuicht. Als we naar de cijfers kijken, produceren wij wereldwijd elk jaar meer dan 300 miljoen ton aan plastic. Waarvan een groot deel slechts 1 keer wordt gebruikt. Heel jammer. In Suriname is het gebruik van plastic ook een zorgwekkend probleem. En waardoor dit gebruik ervan jaren nog blijft in onze omgeving. Om dit probleem op te lossen moeten wij dan wel acties ondernemen. En natuurlijk zijn we dan heel erg blij dat vanuit de club dan bepaalde activiteiten worden georganiseerd of ondernomen. Maar als we kijken naar de 17 doelen en de areas of focus, dan ziet u hier al omkaderd de SDG's die eigenlijk gekoppeld kunnen worden aan het onderwerp van vanavond. En u ziet ook de koppeling, dit zijn de 7 areas of focus van de Rotary International, ook de koppeling met dit project aan vooral nummer 7, Support Environment. En in dit eenvoudige overzicht, het is de kracht van de eenvoud, is eigenlijk de relatie aangegeven in een matrix tussen de 7 areas of focus en de 17 Sustainable Development Goals. En hier zien we een 100% match. De Rotary Club of Paramaribo is zich ervan bewust dat bewustwording over het schadelijk effect van single-use plastic bags een nationale aanpak moet zijn. De organisatie hoopt met het vervolg van deze campagne een bijdrage te kunnen leveren aan gedragsverandering en stimulering van het gebruik van duurzame boodschappentassen in plaats van plastic zakken.